nummer 9, hè? Jazeker. Oh, shit. Joab, hier, zo is het. Oh. Ik wacht al zetten, kerel. Ja, ik dacht, wacht even dat je uitstapt. Goedemiddag. Goedemiddag. Je stond zonder benzine. Ja, dat ding heeft geloof ik een slangetje loszetten of zo. Ja, hij is ook wel een oud dingetje, maar in ieder geval ik wil eens even kijken. Oh, ja, ja. Moet je eens kijken, misschien komt wel slang los of zo. En dan wachten we naar een tankje van op. Ah joh, knenoudig ik joh. Nou verdwijnt die cup joh niet. Hey, yo Fredje, bijna klaar. Kut. Oh, daar is je weer. Ach, godverdomme. Nu staat hij weer hier, what the fuck? Oh, hij is vol. Oh, super. Kut. Oh, daar gaan we, Kiel. Ja, scherp analyse. Klote klappers. Dat is 1500 euro. Op je mel. Dank u wel. Dus wens ik u veel plezier met uw rit. Ja, dank u wel. Hey, fijne middag. Yo, yo. Ik heb toch die troep op, Wil? Ja, ja, schoon. Ja, joh. Kel. Ja. Ja, ik heb toch die troep op. Wat heb ik gedaan? Zie je nog iets liggen dan? Nee, nou niet. Goedemorgen. 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 Goedemiddag. Als je even kijkt naar de bumper hierover aan de voorkant, dan zie je dat die niet zo mooi is niet meer. God, dat is die klote klappen weer, hè? Wil, zie jij wat? Of niet Wil? Wil? Ik zie helemaal niks. Jongen. Ja, bij mij zit er hier toch een mooie deuk in, hoor. Ja, dan moet jij mooi eventjes je ogen laten nakijken, denk ik. Wacht even. Koplap klap eruit, Wil. Ja, ik zie het. Ja, eens kijken, heb je nog te roken ook nog? Die Mercedes vertegenwoordig. Jij hoeft er niet in, Wil. Oh joh. Wil. Ik hoef er niet in. Dan moet je kijken, hij rookt als een malle man. Ja joh. En met die Volkswagens mogen we tegenwoordig niet meer rijden. Door een van de overheidsinstellingen. Pak eventjes die radiator uit de bus, Wil. Nou, zou die even die radiator halen? Ja, doe dat, Wil. Oh, met je hand, blus en smoels, buiten. Alsjeblieft, figuur. Oh, alsjeblieft. Hey Wil. Ja. Want die venten zijn weggehaald hier met die brandblusser. Hey figuur. Ja, ga eens even, ga eens even lekker een stukje lopen of zo daar. Ja, jongen. Zo, slangetje vastzetten. Ja hoor. Hij staat er al in, die twee boutjes. Ja, oh, ik zei de boutjes vergeten. Mooie wagen hoor, dat jullie hebben. Oh, ja, ik zal de boutjes pakken. Ja, die boutjes. Neem ook even een rateltje mee, Wil. Wil. Ja, ik kom maar aan, joh, klote klappen. Ja, met de koolvloeistof vergeten. Nee, heb ik hier bij me en de boutjes. Oké, bedankt hè. Alsjeblieft, mat. Kun je er een beetje voortmaken, jongens? Nee. Ik heb haast. Ja, wij ook.
Maar niet zo naast. Rijdt hij nog? Anders kan ik er wel even verder mee hoor. Nee, hij rijdt niet. Hij moet nog gebouwd worden. Kijk, nou, koelvloeistof erin. Boutjes erin. Nou Wil, we zijn klaar joh. Ja, zijn we klaar? Ja, we zijn niet klaar. Mokkie, toppie, dankjewel. Ja hoor, succes. Jojo. Ja, de miljoenennota komt eraan. Ja hoor. De miljoenennota. Mijn bumper zit nog altijd los hoor, maar goed. Ja, jouw verstand ook, houdoe. Houdoe. Klote klappers. Ja, hondenlul. Hij komt aan, hij komt aan. Dat is de sound van de police! Dat is de sound van de beest! Godverdomme man! Dat is de sound van de police! Help! Kut auto! Help! Help! Help, Eik! Goedenavond, heren! Nou, zo goed is het hier niet hoor, weet je niet? Zo goed. Ja, tenzij je van uitzicht houdt. Ja, je hebt een prachtig uitzicht, er is niks mis mee, zeg maar. Hé, hey, wil jij hier zitten, wijze neus? Hoe gaan we dit oplossen? Ja, jullie zijn wegenwacht, hoor. Jullie hebben verstand van auto's. Ja, wacht even, dan stap ik even uit. Oh nee, dan val ik naar beneden 10 meter. Als je via de bijrijderskant eruit stapt. Ja, dat dondert hij er ook uit. Dus dat wordt een lange nacht, zeg maar. Vetje stilzitten, hoes! Help! 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 We staan er te lachen, man! Ja, we krijgen van elkaar! Ja, we moesten even auto testen, maar die remleidingen die komen uit China! En die werken niet zo goed, blijkbaar! Dus wij zijn zo die zandbak hierheen geschoven en we schoven zo de vangrail op! Niet best! Hey, ja, scherp analyse, chef! Ja, we gaan weer oplossen. Godverdomme. Goedemorgen. Oh, oh, Fredje, blijf stil zitten. Fredje, stil blijven zitten. Ja, ik zit op mijn telefoon. Ik poep hem. Ja. Geen telefoon. Ik weinig aan doen. Ja. Ja, doe iets. Doe iets. Een duwtje geven. Hé. Hey. Niet zo, hè. Doe iets. Trek nou die pruik van je kop af. Ja. Kom maar. Dan ben je in ieder geval uit de auto. Hebben we dat gehaald. Och, 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 zijn we grappig. Haal die collega bij je erbij. Ja. Ik geloof niet dat er nog veel collega's zijn. We hebben meer nodig dan anderhalve hersencel hier. Ja. Kan doen. 2,5. Oh, vrij, 2,5. En nou? En nou? Hij heet volgens mij Joep. Joep Meloen. Joep Meloen. Hé, hey, Joep Meloen. Wat doen we ermee? Klaas. Klaas Klug op de kut is het. Wie? Klaas. Klaas, vlug op de kut. Vlug op de kut. Wat dan nou? Hoe is? Oh, is er gewoon weer. Hoe is? Fredje, zit nou stil, jongen. Ja, ja. Godverdomme. Hoe? Ja, als ik wat kon doen, dan deed ik het, maar... Ja, doe dan iets! Doe dan iets. Ik kan er een tikkie tegenaan geven aan de andere kant. Ja, doe maar. Misschien dat hij rechts schuift. Ja, wie weet. Nou, succes, sergeant. Oeh. Hij loopt er ook bij als een, Ja. Als eentje die net ontsnapt is. Uit de loer is. Hij zegt dat politie is, maar... Ja, hij is een stopbordje aan. Nou is maar niet bang, ook een neus naartoe. Ja, je hebt ook de perfecte wagen meegebracht, chef. Godverdomme. Had je een langere kunnen meebrengen? Godverdomme. Wat is je nou aan het doen, man? Kom, ja. Kom er helemaal niet achter. Jongen. Hoezo, je heet toch Klaas Kut? Een keertje van achter moet geen probleem zijn. Jongen. Ja, als ik zo ga duwen, dan gaat het opvallen. Ja, dat... Goh, weer zo'n scherpe analyse. Verdomme. Wat nemen ze toch aan bij die politie? Ongelooflijk, joh. Ja. Het is toch wel. Nou. Heb je last van een rukarm?
Hey, is te veel lopen rukken gisteravond. Hier loopt erbij alsof die gebroken is. Hele dikke spieren, niet gebroken. Moet je een keertje wijzen of je handen mogen doen. Op je telefoon pak. Graag iemand bellen met meer dan 2,5 hersencel. Alsjeblieft, we vallen zo naar beneden. Ja, ik zal het echt niet weten. Jawel. Interesseert me geen reet. Los maar op. Als ik huis stap, val mijn collega. Hé, wat wil je doen? Deur los. Ja, dat is gelukt. En nou? Ga erin zitten. Oh, verdorie. Ja. Ja. Wat was de insteek van die deur? Vertel het mij eens even uit. Wat wou je doen? Ik zou deur 6 even open doen. Ik ga het eraan hangen. Dat wil al niet meer. Tjonge. Wat is dat toch voor volk bij die politie, man? Het is wel een doodscenario, hè, dit. Ja. Oh. Ja, die is dicht. En nou? Geen idee. Heb je geen kleinere wagen? Ja, kijk er makkelijk achter. En duwen met de hand wil je niet, hè? Ligt eraan waar je naartoe wilt duwen. Je kan alleen maar achter duwen. Ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, je kan ook van voren duwen, maar dan moet je springen. Hey! Wie gaat dat betalen? Het Rijk, de overheid. Hé, hey, lekkere ben jij, je bent een dure. Echte Fred, ik weet niet wat ze aannemen. Heb jij geen takenwagen bij de ANWB? Ja, zal ik hem even mijn broekzak toveren dan? Ja. Ja, wat is dat voor een wijze opmerking, man? Je hebt geen collega's meer online. Ik hang hier 10 meter boven de brug. Ja. Of wacht je dat ik uitstap om hem te halen? Ik weet niet. Godskanonnen, Fred. Fred kan uitstappen, die heeft het, dat gaat lukken. Nee, die schuift van die rand af. Ik vang hem op. Ik denk dat hij nu liever dood gaat. Oh! De rest is allemaal al een man of vrouw. Maar met buren. Oh, daar gaan we. Rust, blijven zitten. Blijf ze. Oh, godskanonnen. Ja, nou, daar hebben we het hoor. Hey, Klaasie! Ja? En nou? Ik ben met die anderhalf hersencel aan het denken. Oh. Dan gaat mijn anderhalf niet zo snel, hè? Nee, dat merk ik. Volgens mij zie ik de zon opkomen. Had je dat toch nog gezien? Ja. Ik kan van deze kant een klein duwtje proberen, maar ja. De rechterkant bedoel je? Als ik achter de auto sta, inderdaad de rechterkant. Gebruik die andere hand of anderhalf hersencellen en probeer eens de andere kant, links. Ja, maar daar staat... Dat is waar je duim rechts zit. Poeh, dat wil niet. Dat wil wel. Oh, maar niet bij die T6. Nee, want ik kom hier niet met mijn auto tussen. Dat is ook geen auto, dat is een bus. Ja, maar de auto is net zo lang, daar mag geen kut uit. Nee hoor, Touran is klein, hè. Anders de dingen even bellen? De ambulance met de helikopter. Je er is geen ambu. Hè? Er is geen ambu. Rut. Anders moet ze met de Zulu komen, hè. Ik mag niet in de Zulu. Nee, mijn collega ook niet. Dat weet ik.
Ja, misschien is het idee om het te vragen. Ja, om te vragen. Ik weet niet wat gaat hij nou doen? Ik heb geen flauw idee, maar het ziet er niet slim uit. Kan nooit iets goed zijn met anderhalf SSL. Klaasie, wat ben je aan het doen, man? Ik probeer erachter te komen. Ja, dat lukt niet. Nee, dat zie ik. Ja, ik ook. Godskanonnen, zitten we dan, Frit? Hey, hou eens! Zo, ik ben blij dat jij blij bent. Wat ben je nou voor iemand, man? Nou, jullie leven nog. Godverdomme. Ja, ook niet dankzij jou. Viel naar beneden, man. Wat is er nou? Wel vrij. Interesseert me gereed, godverdomme, 10 meter. Ja, nou, dat knap, je hebt nog geen schrammetje. Ideaal. Ja, geen schram, je moet eens weten hoe ik me van binnen voel. Weet je hoe ik me van binnen voel? Hé, hey, weet je hoe ik me voel van binnen? Hier, neem dit, daar wordt het beter van. Er zit suiker in, dan word ik agressief. Oh, doe maar, ik kan wat hebben. Hé, hey, Fred, dat is een vrijstelling. Is dat een vrijstelling? Ja. Oké. Okay. Heb je foto's van gemaakt, of niet? Oh, nou, zo voel ik me. Puile laai ligt dus hier. Mag niet met deze, ik heb pacemaker, Gevoel dat die mannen lopen deze gedaan. Nou, ik ben blij dat jullie er in ieder geval goed uitzien. En die spieren zijn morgen wel beter. Wel. Doodsangsten. Doodsangsten. Ja, dat geloof ik, hè. Op het bureau is er wel psychisch hulp als het moet. Ja, voor jou. Nee, ook voor jullie. Nee, voor jou. Nee, ook voor jou. Nee, ik ga niet naar die van jullie toe. Als ik zie hoe jullie dit oplossen hier, denk ik niet. Of zou ik het ook zelf doen? Ik denk dat jij beter even naar die psycholoog kan gaan. Nou, gaan we doen. Ja. En als je dan toch bezig bent, ga dan ook even langs de kappen. Oh, godverdomme. Kom door die suiker. Volgens mij laat hij zijn haar ook knippen bij de psycholoog. Nou heren, toch een prettige avond. Ja, van hetzelfde. Laat je likken. Joi. Hey Klaas! Ja? Jij voorzichtig, hè? Joe! Ja! Hondenlul!